Als je muzikus wil worden, zul je toch heel hard moeten willen werken. Veel studeren en vooral ook heel jong beginnen. Net als Mozart. Studeren, zeker met altviool, ja, dat ging best wel, maar af en toe dan heb je even geen zin of zo. En wat altijd werkte was, nou, geen studeren, geen paardrijden. Een heel moeizaam les. Dat ging gewoon niet. En ik was ontevreden. Mijn docent was ontevreden. En ik heb... ik durfde niet met openbaar vervoer naar huis toe. Ik durfde ook niet te lopen. En ik was echt een heel arm student. Ik had geen geld. Maar ik was zo overstuurd dat ik ben met een taxi naar huis gereden. Dat ik zat echt in tranen. Het ging zo slecht en ik dacht, waar in godsnaam ben ik mee bezig? Het moet beter kunnen. Dus, en wat heb je toen gedaan? Gestudeerd. Harder gestudeerd. Het is een heel zwaar vak. Je moet zelf heel veel voor opbrengen. Je eigen discipline. Je moet heel kritisch blijven. Als je niet kritisch blijft, dan gaat je spel achteruit. We zijn ook een beetje net als atleten. Als je denkt, dit kan ik wel, dan kun je het niet. En dat wordt duidelijk. Met viool, het is vanaf de eerste moment is heel moeilijk. En het blijft tot je doodkist. Moskou is zo'n grote stad. Toen, bedoel ik in de jaren 50. Moskou telde 8 miljoen inwoners. En elke wijk had eigen muziekschool. Mijn eerste vioolleraar, hij was geen goede leraar. Hij had heel weinig verstand. Jammer, want ik zat 7 jaar bij hem. Maar gelukkig, na hem kwam ik bij een andere leraar die echte deskundige was. En hij was zelf leerling van David Oistrakh. En dankzij hem wist ik professional te worden. Ik vergelijk altijd met piano. Je komt bij een piano of een vleugel, je kan helemaal niet. En je mag met je neus wat gewoon op de toets drukken, je krijgt toch een klank. Probeer maar met viool. Dat lukt je nooit. Je moet zoveel oefenen en zo. Eerst waarschijnlijk met potlood in plaats van strijkstok. Daarna met de strijkstok. En voordat je een fatsoenlijk geluid krijgt. Oh god, wat is het lange weg voor de eerste... Nou, wat de piano betreft, je kan met de neus wat een klank krijgen, maar daarna blijkt dat het ook erg ingewikkeld is. Dit is hem dan, de jonge Mozart. Nou, het ziet er eigenlijk een beetje uit als een jonge volwassene.
ongelooflijk wat hij deed op een concert. Zo weten we bijvoorbeeld van een concert dat hij ooit gaf als 14-jarige in Mantua. Hij dirigeerde eerst 2 symfonieën, speelde toen een eigen gecomponeerd pianoconcert, speelde nog een sonate, waarbij nog even werd gevraagd, kunt u misschien ook op het thema wat variëren en dat ook in een andere toonsoort spelen? Het leek allemaal geen probleem voor Mozart. De plaatselijke concertmeester gaf hem ook nog even een themaatje op en daar kon hij ook op improviseren. Verder kreeg hij een tekst en dan kon hij nog wat voor de mensen zingen en zichzelf aan de piano begeleiden. Ja, tot slot dan haalde ze hem achter de piano vandaan, kreeg hij een viool in zijn handen geduwd en kon hij nog even een trio spelen. Ongelooflijk hoe dat mogelijk is geweest. Mijn moeder ging op een gegeven moment het horen bespelen. Daardoor luisterde zij dus ook Mozart, dus de hoornconcerten. En dat was voor mij eigenlijk de eerste kennismaking met klassieke muziek. Want dat was te horen in de woonkamer. En ja, dat zijn dan toch de eerste prikkels die je van klassieke muziek krijgt. Ja, dat moet ergens vandaan komen. Nou, en daar is het bij mij eigenlijk wel begonnen. Nou, ze draaide dat gewoon als ze gewoon bezig was met dingetjes in de keuken of weet ik veel wat. En ik was gewoon, zoals een kind gewoon in een huiskamer speelt of wat dan ook doet. Dan gaat dat toch naar binnen, die muziek. Of je dat nou wilt of niet. Ik denk dat menig jongen van 13 jaar denkt van, nou, laat dat maar zitten. Maar ik ging daar dan wel gewoon lekker op mijn gemak naar luisteren. En dacht van, nou, dit is toch wel ook iets ontzettend bijzonders. Het heeft me altijd bezig gehouden. Het was juist een beetje de rode draad, zeg maar. Als je ergens rot over voelt of dingen gaan wat minder, dan heb je wel iets om je heel erg aan vast te houden. En dat was toch wel dat spelen. Het blijft natuurlijk wel zo dat je alleen op die plek zit en alsmaar op die concerten moet blijven presteren. En dat is natuurlijk gewoon wel moeilijk. Maar ik zie het ook als een leerschool. Ik blijf daarin groeien en zo voelt het ook. Ik ben er nog lang niet. Ik moet nog heel veel leren. Maar kon je er op het schoolplein met je vriendjes over praten, van Mozart? Nee, ik praatte daar eigenlijk niet over, omdat het ook gewoon geen gespreksonderwerp was. Maar dat vond ik ook niet belangrijk. Dan praat je over flippo's en over en ja, noem maar op. En alle dingen die je dan bezighouden binnen dat schoolplein. Ik kreeg het gewoon mee op een hele natuurlijke manier en het heeft me aangezet om andere dingen te gaan luisteren. Ik denk dat heel veel kinderen die kans gewoon niet krijgen of die mogelijkheid niet krijgen. Het is logisch dat niet iedereen geraakt wordt door die muziek of dat het iets met iemand doet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er een veel grotere groep van jonge mensen zou kunnen zijn die dat aantrekt zonder dat ze het zelf weten.